In de centrale penitentiaire inrichting Santa Boma zijn vanmorgen 384 penitentiaire ambtenaren bevorderd naar een naast hogere rang. Het is de eerste keer dat er zo'n grote groep in één keer is bevorderd. Procureur-generaal Roy Bajnat Pandey vraagt bijzondere aandacht voor de educatie van penitentiaire ambtenaren. Ik heb met name aandacht gevraagd voor het onderwerp van educatie binnen de strafinrichtingen. En met name voor penitentiaire ambtenaren, omdat u moet weten dat de wereld van vandaag één is dat zich laat leiden, niet uitsluitend door theorie, maar theorie toegepast in de praktijk, waarbij het heel belangrijk is om van elkaar te leren, dat strafinrichtingen van elkaar leren, om niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden voor een correcte houding naar gedetineerden toe. En in dat opzicht zal educatie en voortdurende educatie daartoe kunnen bijdragen. De PG is daarom blij dat de minister van Justitie en Politie heeft aangegeven dat daaraan gewerkt zal worden. Er moet namelijk veel veranderen binnen de penitentiaire inrichtingen. De PG is blij dat enkele leden van het korps naar Colorado in de Verenigde Staten zijn geweest om te zien hoe het er in hun strafinrichtingen aan toe gaat. De ambtenaren hebben ook informatie ingewonnen over hoe de verzelfstandiging van een strafinrichting kan worden doorgevoerd. Om de inrichting te verzelfstandigen zal gewerkt moeten worden aan verschillende aspecten naar het personeel toe. Betekent het dat er gekeken zal moeten worden naar het tuchtrecht, want er zijn nog te veel penitentiaire ambtenaren die over de schreef gaan. Omdat we weten dat we in de populatie van penitentiaire ambtenaren helaas enkele hebben die zich niet houden aan de regels die gelden voor de strafinrichting. En in dat opzicht zal het goed zijn omdat penitentiaire ambtenaren weten dat er concrete tuchtmaatregelen kunnen worden getroffen als zij menen over de schreef te moeten gaan. En wat mij in 2016 enorm heeft bezorgd, vanuit op kijken naar de strafinrichtingen, dat we nog te veel gevallen hebben. In sommige strafinrichtingen, van de drie, is het hemeltergend om te zien dat er ongeoorloofde spullen binnen de muren bij de gedetineerden komen. En we weten dat het niet echt over die hoge muren naar binnen komt. Het komt via de ingang, dat ook de uitgang is van de inrichting. En daar zullen de strafinrichtingen hun beleid op moeten gaan verbeteren. Om erop toe te zien dat er geen mobieltjes ongeoorloofd binnenkomen. Dat er geen wapentuig ongeoorloofd binnenkomt. Dat er geen ongeoorloofde drugs, alcohol. Dat zijn zaken die ik u noem, omdat het geen publiek geheim is. Het staat in verslagen van de strafinrichting. Ik wil niet generaliseren voor wat alle strafinrichtingen betreft. Maar ik merk wel op dat sommigen enorm hun best doen om dat te minimaliseren. Maar we zijn er nog niet. Aldus procureur-generaal Roy Bajnat Pandey. De PG hoopt dat de nieuwbakken aspirant-penitentiaire ambtenaren hun werk naar behoren zullen doen en dat ze het goede voorbeeld zullen overnemen van hun meer ervaren collega's.